Assalamualaikum alaikum lieve kinderen en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van het Programma Yarab. In de vorige aflevering hebben we stilgestaan bij twee afkar in het Arabisch hè, gedenkingen of twee du'a's, smeekbeden. Uh, en hebben we geleerd dat je als je met iets begint, kunt zeggen Bismillah. Dat je kunt zeggen Bismillah in de naam van Allah. En om Allah subhanahu wa te bedanken om de dingen die je hebt gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala, leren wij elkaar om te zeggen alhamdulillah. Ik hoop dat jullie in de tussentijd goed hebben geoefend met deze twee in jullie dagelijkse dingen en dan gaan we vandaag inshallah over naar een nieuwe dua die je kunt zeggen vlak voor het slapen gaan. In het Arabisch zeg je bismika Allahumma amutu wa ahya. In het Nederlands in uw naam o oh Allah, komt het weer he, die Bismi. In uw naam zo beginnen wij als moslims met heel veel van onze dingen. In uw naam o Allah slaap ik en word ik weer wakker. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ik ga hem zo nog een keer langzaam herhalen zodat je hem goed kunt nazeggen en ermee kunt oefenen. Dus het is de bedoeling dat je vanaf vandaag deze dua opzegt vlak voor het slapen gaan. Bismika Allahumma أموت وأحيا نخ أين بسمك باسمك اللهم أموت وأحيا شكراً فورت كايكا دو يي ان اوفن كير ان شاء الله والسلام عليكم